Welkom allemaal. Vandaag hebben wij iets heel speciaals voor jullie in petto. Ja, ja, met zekerheid. Wij gaan vandaag iets doen wat Martinus van Tours als die beste kon. Jullie kennen die Franse bischop? Hij is in het westerse christendom een van de meest vereerde heiligen. Ja, ja, met zekerheid. Vanaf zijn 19e jaar werd hij als mede bekend om zijn duivelsuitdrijvingen. Over dat laatste wil ik jullie graag iets leren, lieve mensen. Ja, ja, wij gaan die duivel uitdrijven. En met die duivel bedoel ik natuurlijk die kleine etterbakjes voor die deur die met hun lichtjes komen bedelen om lekkernijen. Wat hebben wij nodig? Tekst. Knoflook, hamer, spijkers, kruis, springtouw en hakbeiltje. Zijn jullie allen klaar? Goed, wij beginnen. Die zangmethode. 11 november is die dag. Dag van Martinus, dag van Martinus. 11 november is die dag dat ik die duiveltjes uitroeien mag. En dan die knoflookmethode. Hang knoflook aan de deur. Hamer en spijkers erbij. Und wegbleiben die Kinder. Nix an der Hand. Ma, als die kleinen Etterbackjes schon vor die Tür stehen, nehmen wir eine andere Methode. Die Bittmethode. Ga die ganze Abend vor die Tür stehen. Das wird auf eine sehr spezielle Manier. Ihr haltet das Kreuz vor und ihr prevelt 1000 Keer. Und dann die Windmethode. Ga tegen die Tür staan. Nu laat je winden door die Tür. Door het Schlüsselgat heeft de beste Effekt. Ja, ja, mit Sicherheit. Und weg zijn die Kinder. Nix an der Hand. Ma, als die kleinen Etterbackjes schon begonnen waren mit Singen, nehmen wir eine andere Methode. Die Schockmethode. Mag die Kinder an het heulen, door iets van hun kaputt te maken. Dat moet op een heel speciale manier. Ma, als die kleinen Etterbackjes schon binnen waren gekommen, dan pak je ze, wurg je ze en stop je ze in de pot. Je weet immers maar nooit wanneer het eten op is. Succes allemaal.